En we nemen deze videocamera mee, dus jullie zullen de weg precies zien, oké? Oké, doe maar, Lucas. Ik moet hier met al die tassen zo, dus... Ja, doe de deur open. Doei, pap! Laat maar, dat mag. Ja, maar alvast niet weten. Oké, nou, dit is onze auto. Heel mooi. Nieuw Rover. Heel prachtig. Oké, dan gaan we nu lopen. Dit is dit tegeltje en dat is dat tegeltje. Oh. Hier houden we heel even halt. Kijk even naar die straat. Oké. En hier komt bij Kakkederry aangelopen. Film hebben. Nou, doe dat niet, Lucas. Laat me nou even op mijn eigen manier filmen. Vies. Dit is dus niks veranderd. Precies hetzelfde. Deze fietsenrekje. Hey. Nou, dat is normaal. Ja, je mag wel in de lens blijven staan hoor, normaal. Nee, doe nou even niet. Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Oh. Hoe laat is het eigenlijk? 10 over. Heel laat. Dat is de struik die ze hebben weggehaald. Het is 1:30. Waarvoor neem je dat mee? Omdat we waren 7 jaar geleden band aan het bekijken. Nou ga ik iedereen filmen die er toen ook op stond. Dus is hier iedereen groter en langer worden en zo. Dat is leuk. Nog meer, wie nog meer? Tim Koopman of Tim Wolters, Wauke. Wat vind ik ook bij? Jurjen, nee, jij zat niet bij mij in de klas. In welke groep was het? Wacht even. En zo lopen wij dan elke dag. 3-4 keer. In ieder geval ik 4 keer. Behalve vandaag dan. Vandaag loop ik het maar 2 keer. Dat is de nieuwe prullenbak. Dit is de school. Oké, dan zien we jullie straks in de klas. Doeg! Wil je nou? Ja, nou speel ik. Oh. Sorry. Hallo. Okay. Dat is mijn hartsvriendin Fleur. Ja, ik ben Laura's hartsvriendin. Ja. En vroeger hebben we heel veel met de Barbies gespeeld. En dan kijk ik vriendin. Ja, ik snap het wel. Ja. Kom, Kijk, want nou zit iedereen gewoon te praten. Nou heeft niemand in de gaten, dan zit het verder maar. En hoe zet ik hem stop? Weer op rood? Hoe zet ik hem stop? Weer... Thank you.
kinderen gaan naar de computer. Even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Even zo kijken. Kijk, dat is Lucas, Tim, Jur, Bas. Volgens mij kan je dit niet opnemen op de tv. Op de video, maar weet ik niet. Hier is het. Waar zit dat? Bij ontspanning moet je even kijken. Hier, ontspanning, kan je spelletjes spelen. Ja, ik ga tekenen hoor, veel vetter. Dat was dan de computerfase. Ontspanning. Kabeltje. Kekentje. Daar is onze klas weer. Kapstok. Dit is het taalboek van de Bas. Kijk, het is een hele leuke lesje. Tadaa. Even inzoomen. Niet mijn haar erop zetten graag. Oké, doe eens even een andere bladzijde. Dit is een... Kijk, dit is het gaat over gewoon de verkeersborden zien. Jij doen? Ja. Normaal hebben we allemaal gewoon hoofd. Dit hebben we dus niet gehad. Tuurlijk ga ik dat doen. Kijk, hier moest zijn rebus. Moest je dus ontcijferen. Hallo. En zo heb je allemaal lesjes. Oké, dat staat. Extra spelling lokaal. Het lokaaltje van Irma. Dat gaat Fleur. Oké, doe maar Fleur. Kijk, Irma is dus een ongelofelijke trutman. Oké, dit is Bart uit groep 7. Hou op. En hij is erg vervelend. Nou, dat is groep 3. Kinderen uit groep 3 waarschijnlijk. Hadden we bij het lokaal? Kom maar mee. Nou, dit is dus niet het lokaal, maar dit is namelijk het knutsellokaal. Gaan we ook even kijken. Ja. Kijk, zie je dan. Dat is Paul de idioot, jongen. Kijk, dat is... Kijk, oh, nee, even... Hé, hey, jongen. Ja. Je bent groot geworden, hè? Jullie hebben been. Ik ben groot geworden. Ja, ik ben heel groot, ja. Ga staan. Irma. Doe maar. Kijk, dat is Irma. Die komt ze al 1 keer in de 2 weken. Dinsdag komt ze bij ons op lesgeven in de klas. Maar dit is gewoon voor extra spelling. Oké. Okay. Nou, Tara zit er ook bij. Dat is Tara. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu weer in. Stukken. Dan gaan we er nou even uit voor de reclame. We gaan naar buiten. Als het goed is, zijn wij aan het eten. Ja, zie maar. Kijk maar. Mensen pakken de tas. Ja, ik mocht even eerder weg om te filmen. Wat ben je aan het doen? Ik ben iedereen aan het filmen. Even mijn tas meenemen. Waar ligt je tas? Daar ergens. Ja, nee. Dit hem? Oh, ik zie tas. Deze. Daaronder hangt hij. Oh, deze? Kijk, gezellig muziekje. Hey. Ik ga filmen. Kijk, dit is nou Laura de tas. Ja. Heel mooi. Oké, nou. Nee, niet daar. Ik zat er niet bij de kleuter. Kijk. Kijk, nieuwste spelletje. Ik weet waar je dat geen laboratorium is. Kijk, dit is Tim van de vorige video. En Jur. Zo wordt het tegenwoordig genoemd. Hanna, Rosanne, Kirsten, Noël, Ferdy, Wouter, Bas, Louise, Marten, Marieke. Dat is Leslie, Vera. Dat is mijn groepje. Daar zit Fleur, daar zit Lucas, een vriendje van haar. Daar zit Sven, daar zit Paul, daar zit Hanna, daar zit ik. Wordt hij wel gefilmd? Kijk, dat is nou het vriendje van Fleur. Smeer. Kijk, Mickey. Ella. Ja, hoi.
Esther. Hij zit mij altijd te slaan. Hij is heel hij. Ja, die twee zijn gek op elkaar. Ik vraag me nog steeds af waarom ze nog geen verkering hebben. Marina en Marieke. Dit is het wel gisteren, waarom? Gaan we niet... Kijk, dit zijn de kleintjes die buiten spelen. Een beetje vieze rij, maar oké. Okay. Voetballen. Dit is een doekje. Wauw, mooi. Nee, dit zijn de kleintjes. Kijk, oh ja, daar heb je Jonne weer. Kijk, Jonne. Hallo. Haha. Laura. Garage van Laura Brouwers. Ja, dit is een garage tegenwoordig. Heel veel kinderen spelen. Kijk hier. Nee, even naar beneden. Maar met je kaart is leuker. Al mijn dingen. Dat is een video. Hey, Jonne! Kaart en Pokémon. Heel leuk. Oké, gaan we weer op. Tara. Die was er net. Tara. Fleur. Oh, Fleur. Roep je vriendjes, ik wil jullie samen op de foto. De film. Lucas. Lucas. Zijn ze niet schattig? Kijk, Bjorn is groot geworden. Kijk, dat is nou Wauke met die mooie Spaanse jurk aan. Dit is even normaal, Fleur. Kijk, dat zijn, deze twee zijn ook een setje. Oké, bye bye. Oké, kijk en... Dat mag niet, dat mag niet. Ik op drie. Dat zijn... Karin. Heel veel. De weg naar school, de kring, dat is helemaal niet proef. Dus. Ella, ga eens aan de kant. Oh, dit. Belletjes buiten. Wel. Hey. Tara. Hallo. Hallo. Oh, dit zijn de beroemde golfjes. Oh, hou op. Dit is de slechte TikTok. Dat is homo. Ja, homo. Homo. Kijk, ik heb Leslie aan. Oh. Zal ik je hand van me sturen? Oké. Ja, wat heb je net niet gefilmd, man? Hallo, Marieke. Marieke. Bedankt, hoor. Nou, als je dat... Wacht even. Kijk, dit is een nieuw spelletje. Zij houdt dat ding in de hand. Moet je nog even inzoomen? Blauw in, Marieke, nog even in. Kijk, zie je, meisjes zijn ook best sportief hoor. Dat is Hannes, ze doet wat mee en Ella ook. Yeah! Voetballen. Ik kan helaas niet meedoen dit keer. Oké, dat is weer zo'n gameboy-rij hoor. Pokémon natuurlijk. Hé, hey, kijk eens even op. Jij, ja, Stevie. Hallo. Miep! Jij met je metapot of zo die de tackle kan. Arjen. Hallo. Hallo, Arjen. Guido. Groep 6. Laura, film je nou echt? Ja. Oh. Marten. Hallo. Hallo. Kijk, Elissa, lief. Handen naar bij het lokaal. Oh, daar hebben we Rosanne. Voor 3. Lampen ervoor. Hey!
mag je naar binnen. Oké, okay, daar hebben we Guus. Nee, maar. Wat kan? Ja, we ja. Klas van Karen en de twee. Karen zelf. Kijk, dit is nou het klasje van Irma. Nou, van mij. Nou ja, hier zitten we normaal bij extra spelling in ieder geval. Wat is dat? Dat is een videocamera. Oké. Wat ga je hiermee doen? Opnemen. Opnemen? Hier even. Snel naar binnen kijken. Klasje van Mark. Klasje van Mark. Kijk, deze kinderen zijn aan het gimmen eigenlijk. Dus die kan je nu niet zien. Ga jij maar even terug naar je eigen klas. Ja. Wat kom jij doen? Veel hoor, ga maar gewoon door. Nee, dat is Ruud, dit is de meester. Oké. Zes. Ze hebben een feestje gehad. Op zijn. Niet zo te heel hard. Oh, wacht even. Erwin, blijf staan. Kijk, dat is Erwin. Hij ziet de treinen ophouden op ons. Kunnen luidsprekers, kunnen de dienstmededelingen. Luid denden, komt er weer eens bij. Dat is welke. Okay. Dat is rekenboek. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan hoor. Je voelt je wel op school geweest, die kat is op.
Laura inschrijven voor het voortgezet onderwijs. Papa is mee. Papa is ook mee. We gaan de klas in. Je mag eventjes je jas uitdoen. Verder trekken. En dan mag jij even in het midden gaan zitten. Jij mag even in het middenpunt van de belangstelling. Hè? Zie je hoor. Dan moet ik hem op stop zetten. Nou, natuurlijk, je kan toch gewoon op die kamer gaan zitten. Dit knippen we er wel uit. Sorry. En dan mag je eventjes helemaal aan het eind van dezelfde regel een veetje opschrijven van het vrouwtje. Die is dat de meisje niet. Hij is nog niet verstandig mogelijk. Nou, dan gaan we regelen naar beneden. En daar mag je opschrijven je geboorte, naam of naam als het er meer zijn. Trotse vader? Dan gaan we een regel zakken. Daar moet staan de geboortedatum. Juist, en de stad of plaats waar je bent geboren. Terecht toch? Ja. Ik weet niet waar dat ziekenhuis ligt. Dus. Ja, goeie vraag. De twee regels daaronder hoef je niet in te vullen. Dat is alleen bestemd voor kinderen die niet uit Nederland afkomstig zijn. Maar wel het regeltje achter het woord nationaliteit. Weet jij hoe je dat noemt als iemand dat vraagt? Welke nationaliteit heb jij? Wat je dan zegt? Nee? De Nederlandse nationaliteit. Dat mag je afkorten. NED. Aan elkaar. NED. Het is zo leuk, Albert. Dat heb je keurig gedaan. Dat moet ook, hè? Want ik moet natuurlijk meteen een beetje keurig in moet maken. Nou, dan mag je het formulier of aan papa of aan mama geven voor het volgende stukje. Mama mag het niet. Want ze willen ook wat van de ouders weten. Dat willen ze weten dat ze dat je op hetzelfde adres wel ongevoerd is. Het inkomen voor de oude bijdrage, ja, willen ze weten.
netjes schrijven, Albert. Zoals het is. Ja, dat is net ook. Ja, dat moet betekenen net zijn. Ja. Oké, goed. Nou, de volgende. Het is ook heel moeilijk. Ja, het is ook heel moeilijk. Ja. Maar jouw keuze zou zijn? Blauwkapel. Ja. Ja, Jordan staat ook wel in geschreven, maar die laat er maar zoveel kinderen toe. Dus. Ja. Ja, dat komt er als probleempje bij. Maar het gaat nou in eerste instantie natuurlijk even over de keuze. Ja. Ja. Maar stel dat Laura uiteindelijk toch, om welke reden dan ook, voor college Blauwkapel zou kiezen. Zouden jullie je dan als ouders daarin kunnen vinden? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Of ben je nu eigenlijk heel verbaasd dat zij Blauwkapel noemt? Nee, maar kijk, we zijn als eerste naar Kees Boeken geweest. Ja. Want die had als eerste open dag. En dat was het helemaal. Ja. En ze hoefde geen enkele andere school meer te zien. Ja. Dat wij hebben gezegd, ja, je moet een keuze kunnen maken. Ja. Ja. Niet een beslissing nemen. Nee. En als je een keuze maakt, moet je vergelijken. Ja, dan moet je vergelijken. En nu is het ineens... En het volgende was... Het volgende was Jordan. Nee, het volgende was Blauwkapel. Blauwkapel. Ja. Dat was... Jordan, dat was het helemaal. Dat vinden wij het ook helemaal. Ja. Maar ja, omdat de tijd verstrijkt. Ja, vriendjes en vriendinnetjes... Ja, wij vonden, en zij zelf ook, want Jordan was de laatste school waar we zijn wezen kijken. Ja, ja dat vonden we alle drie gewoon je van het, niet te groot. Nee. De benadering, hoe ze zo'n open dag benaderen. Ja. Het betrekken bij, het ruimte geven voor het stellen van vragen in plaats van een verhaaltje. En als je nog een vraag hebt, zoek maar iemand met een naamplaatje. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee. Dat, Nou. Maar het is, Kijk, ze staat ingeschreven op Jordan. Ja. Oké, dat is safe. We moeten sowieso, omdat dat geval in die wachtlijst speelt, een alternatief bedenken. Wat mij betreft kiezen we twee alternatieven hoor. Dat is geen punt, je kan je altijd terugtrekken. Ik bedoel, dat is geen enkel probleem. Ja, dus we kunnen ook nog zeggen, nou, moet luisteren. We hebben hier twee aanmeldingsformulieren. We nemen gewoon twee. En we vullen er één in voor de werkplaats. En we vullen er één in voor Blauwkapel. En wat er dan verder gebeurt, dat zien we dan wel weer. Jordan heeft de voorkeur. En er moet nog over vergaderd worden over die voorkeur, begrijp ik nu. Maar dan spelen we in ieder geval safe. Ja, want dat, moet dat was ook onze bedoeling. Dat moet. Ja, en we hebben zelf ook een inschrijfformulier voor Kees Boeken, hè? Ja, dat is wel zo handig om dat nu hier te doen. Ja? Samen met de anderen van... Ja, maar ik mag het standaardformulier mag ik ook voor Kees Boeken gebruiken, hoor. Oké. Dus dan is mijn voorstel om nu dubbel in te vullen. Dan staat ze dus op drie scholen aangemeld. Ja. En je hebt best nog even op daar goed. Ja, Jordan hoor je pas in mei. En dat is natuurlijk ook. Ja, dat is met de meeste scholen zo hoor. Ja? Begin half mei. Ja. Ja. Ja, dat is logisch omdat zoveel mensen zich nog terugtrekken. Ja, precies. Dat is een probleem dat je zelf creëert. Ja. Nou ja, min of meer. Ja, nee, dat is dat gebeurt. Nou, dan doen we dat. Ja? Goed. Dan vullen we op dit formulier vullen we in college Blauwkapel. Oké? Ja, wij vinden bijvoorbeeld op Blauwkapel de doorstroomregeling.